Welkom, dit is Award TV. Mijn naam is Elsie Jadhoks en vandaag gaan we een gesprek voeren met Mitchell Busby. Mitchell, saludos y bombini. Dank je, Masha, dank je. Mijn motivatie om dit gesprek met jou te voeren is aangezien ik je heel actief heb gezien op social media. En zodoende wil ik een aantal vragen aan je stellen. Zodat een ieder tijdens het gesprek jou beter leren kennen. Ik heb een stukje research gedaan en natuurlijk ken ik wat mensen die om je heen bewegen. En mijn eerste vraag is, je vader is een Afro-Nederlander, klopt dat? En je moeder een Europeaan. Dat klopt, ja. Oké. Klopt. Ben je op Curaçao geboren of in Nederland? In Nederland ben ik geboren. In welke dorp of staat? Wat is jouw ervaring geweest? Ik ben in Almere ben ik geboren en toen ben ik op mijn 8e ben ik verhuisd naar Nijkerk. Dat is een kleine stad op de Veluwe. Mm-hmm. En daar werd ik best wel snel geconfronteerd met dat ik een van de weinige mensen van kleur ben. En ook wel vaak op een pijnlijke manier daarmee geconfronteerd. Vooral op de middelbare school ook in Amersfoort, waar ik echt samen met 2, 3 anderen de enige van, mocht het Afrikaans of Surinaams of Curaçaose afkomst was. En je wordt heel snel duidelijk gemaakt dat je anders bent dan de rest en dat jouw verschil ook niet goed is. Dus die kleur die je hebt, dat als negatief wordt ervaren. Hoe werd dat geuit? Ja, gewoon scheldwoorden. Zoals? Het neger, aap, dit en dat. Terug naar je eigen land. Allemaal van dat soort dingen. Ook tijdens voetbal. Voetbal is sowieso een beetje de tactiek om tegenstander gek te maken door rare dingen te zeggen. Dat is ook jouw motivatie om te kiezen voor om leraar geschiedenis te worden. Is dat de reden waarom je daarvoor hebt gekozen? Deels. Ik denk wel deels. Ik denk dat educatie echt een middel is om vooroordelen te verwerpen, denk ik wel. En ik denk dat wanneer iemand zijn geschiedenis kent, diegene problemen van het heden en problemen voor de toekomst ook veel beter kan aanpakken. Dus, en überhaupt, ik denk dat als leraar je leerlingen heel goed kan motiveren om de potentie in zichzelf te zien. En voor mij heb ik ook een aantal leraren gehad die de potentie in mij zagen. En helaas gebeurt dat te weinig. Zeker bij jongens en meisjes van kleur. Dat er iemand naar hen toe komt en zegt van, hey, ik zie wat jij kan. En je hebt talent. Dus ik denk dat wel mijn doel is als leraar. Oké. Voor degene die dat nog niet weten. Dus Mitchell Busby is bezig in een afrondende fase met de opleiding leraar geschiedenis. Ja, volgend jaar ook af te studeren. Oké. Maar wat is jouw specialisatie qua geschiedenis of is het algemeen? Nou ja, als leraar geschiedenis moet je op de middelbare school wel alles kennen. Van tijdvak 1 tot en met tijdvak 10 moet je eigenlijk over alles wel les kunnen geven natuurlijk, anders ben je geen goede leraar. Okay. Maar mijn eigen interesse ligt vooral bij waar ik echt makkelijk les over kan geven, is bijvoorbeeld de Civil Rights Movement in de jaren 60 in Amerika. Dat vind ik echt ontzettend interessant. En ik kan natuurlijk ook wel het een en ander vertellen over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de VOC. Mm-hmm. En natuurlijk alle effecten die kolonialisme en imperialisme hebben gehad op Afrika en alle mensen van de Afrikaanse diaspora. Kan je 3 belangrijkste punten benoemen wat een ieder zou moeten weten van de Civil Rights Movement in Amerika? Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat het niet alleen individuen waren die alles hebben veranderd. Dus niet alleen Martin Luther King of Malcolm X een van de iconen natuurlijk. Ook niet alleen James Baldwin. Maar dat het eigenlijk een hele grote beweging was van echt massa's
dat de individuen die nu niet in de geschiedenisboeken staan, eigenlijk misschien wel de belangrijkste waren. Omdat zij dag in dag uit op straat gingen en eigenlijk de status quo van de segregatie aan het uitdagen waren. Dus dat het niet alleen om de individu gaat, dat vind ik heel belangrijk om te weten. Ook vind ik het heel belangrijk om te weten dat personen als Malcolm X en Martin Luther King eigenlijk niet heel erg van elkaar afstonden wat betreft mening. Nou, bijvoorbeeld, of zeker aan het einde van hun levens eigenlijk. Malcolm X was aan het begin heel erg hard eigenlijk in zijn kritiek op ja, de witte Amerikanen, die hij echt als duivels zag. Maar daar kwam hij later van af, zeker doordat hij meer achter de ware aard van zijn geloof kwam. En Moslim, toen ja. kwam hij later. Wat zeg je? Moslim, hij is Ja, moslim. Ja, inderdaad. oké. Maar eerst volgde hij de Nation of Islam en die hebben allemaal hun eigen theorieën eigenlijk. Ja, maar het Die is ook een vorm, sorry dat ik onderbreek, maar dat is ook een vorm van moslim. En hij is naar. is Oké, wel zo. ja. Klopt. Maar later werd hij dus orthodoxer en toen kwam hij er eigenlijk achter dat ja, er kwaad kan zitten in iedere groep. En ook goed kan zitten in iedere groep. Dus dat mensen niet per definitie duivels of engelen zijn bijvoorbeeld. Dat zit in ieder van ons, de potentie om goed of kwaad te doen. En dus ook, hij zocht ook naar samenwerking. Maar Martin Luther King, die wordt heel erg gezien als een vredelievend persoon. Maar ook hij kwam er op een gegeven moment achter dat een non-violent approach, dus een geweldloze aanpak van racisme, misschien niet altijd de meest logische of fijne stap is om te nemen. Dus dat hij verdedigde op een gegeven moment ook de gewelddadige aanpak. Dus zij kwamen eigenlijk steeds dichter bij elkaar. Dat zou ik twee hele belangrijke items in deze geschiedenis vinden. En een derde vind ik ook de rol van vrouwen in dit soort bewegingen, die ook toch vaak onderbelicht is. Wat ik jammer vind, want als je kijkt ook naar demonstraties tegenwoordig, zijn vrouwen vaak in de meerderheid. Ook de demonstraties die ik heb bezocht, zijn de vrouwen toch vaak in de meerderheid, terwijl ze niet op het podium staan. Maar zij doen wel de groundwork. En ik vind het belangrijk om dat ook aandacht te geven. Ja, maar als ik je mag aanvullen, dat was ook de Black Panther-beweging. Want vroeger waren het hoofdzakelijk vrouwen. Maar zoals het nu geportretteerd wordt, lijkt het alsof het alleen maar mannen zijn. Maar je hebt wel een belangrijk punt, want de Black Panthers waren hoofdzakelijk vrouwen. En ze gingen kijken wat de behoeftes waren van de gemeenschap. En ze werkten samen met blanken en ook kerken om hun gemeenschap te helpen. Dus ik heb er ook Precies. naar gekeken. Dat is een belangrijk punt wat je nu aangeeft. Dat ook heel belangrijk is. Even kijken, maar in Nederland, de approach in Nederland qua Afro-Nederland, hoe vind je dat gaan? Sorry, ik versta je vraag niet. De approach in Nederland, heb je ook dezelfde dingen min of meer meegemaakt? Sorry, laat ik het anders zeggen. We maken min of meer dezelfde dingen mee als in Amerika. Maar Klopt. hoe kunnen we daarmee omgaan of hoe ga jij ermee om? Nou, ik denk dat in de laatste jaren zeker een hele grote verandering bezig is. Gaande is dat er steeds meer bewustzijn is voor racisme en hoe we daar tegenin kunnen gaan. En zeker nu eigenlijk sinds de moord op George Floyd is de Black Lives Matter-beweging pas echt mondiaal geworden. Dus ook heel veel witte Nederlanders die lopen ook mee met de demonstraties. En ik denk dat ook onder die gemeenschappen er nu een bewustzijn aan het creëren is van wat kan ik eraan doen? Wat kan ik doen met mijn privileges? Wat kan ik doen met mijn vooroordelen? Dus ik denk dat het echt een unieke beweging is, omdat nog meer dan bijvoorbeeld de Civil Rights Movement of welke beweging dan ook, nog meer geïntegreerd en divers deze beweging is. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar in 2009 toen Quincy Gario op het plein volgens mij van Dordrecht stond met een shirt van Kick-Ass Zwarte Piet, was bijna niemand voor hem. Niemand durfde hem te steunen.
En ook niet onder onze gemeenschap. Dus nu, dus de steun voor antiracisme is veel groter geworden in Europa. En ik denk dat het alleen maar beter kan gaan. Alleen ik hoop dat we het ook in beleid en in wetten kunnen gaan stoppen. Dat is de volgende stap. Maar je moet je ook in andermans land goed voelen. Ja, precies. En het is niet andermans land, vind ik eigenlijk. Ja, dat. Maar Curaçao is al honderden jaren Communistisch. onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. Oké. Ja, maar als jij wordt geboren, dan word je geboren met een Nederlands paspoort. Je hebt recht. Dus, en zelfs wanneer je een immigrant bent, wanneer je hier komt en je wordt geneutraliseerd, je wordt Nederlander, dan heb jij het recht. Je hebt stemrecht en je hebt ook recht om mee te praten over hoe wij het doen in dit land. En zodra er iets fout is, wanneer iemand zich niet welkom voelt, niet geliefd voelt en belachelijk gemaakt voelt, dan vind ik dat we dat gewoon moeten veranderen. Of dat dan traditie is of niet. Ja. Vind je niet dat als Afro-Nederlander te veel praten over slavernijverleden? Is het misschien niet zinvol om meer te gaan praten van hoe het vroeger was voordat we slaven werden? Ik denk dat het allebei kan. Ik denk dat het. Inderdaad, ben ik met je eens met dat we ook aandacht moeten geven aan ons verleden voor slavernij. Want er zijn zoveel lessen te trekken uit wie wij zijn. En waar ons volk vandaan komt. Uit welke stammen komen wij vandaan. Er zijn zoveel lessen uit te trekken. Er zijn heel veel redenen waarom bepaalde groepen zich nu opereren. Dat heeft gewoon een geschiedenis. Daar moet je aandacht voor geven, inderdaad. En daardoor ben ik ook heel erg voor, ja, verdere studie naar jouw roots. Maar dat neemt niet weg dat we daarom onze aandacht weg moeten trekken van de effecten van slavernij. Want er zijn weinig gebeurtenissen, er zijn weinig systemen die zoveel invloed hebben gehad op de wereld en op miljoenen, tientallen miljoenen mensen dan de slavernij. Dus daar moet gewoon aandacht voor blijven, omdat heel veel dingen in het heden gewoon te verklaren zijn door het verleden van de transatlantische slavenhandel. En daarbij wil ik ook nog eens noemen dat er gewoon geen erkenning is. Er is nog steeds te weinig erkenning voor dit slavernijverleden en de effecten van dit verleden. Dus wanneer daar volledige erkenning voor komt en ook op een of andere manier rekenschap voorkomt in beleid. Of dat nou in keiharde euro's of in een beleid voor verbetering van de gemeenschap. Er moet gewoon erkenning en herstel voorkomen. Heb je het En over? dat niet komt, ja. Nee, maar Snap te ik. verhalen. Sorry, de laatste heb ik niet goed Nee, begrepen. totdat die erkenning komt, vind ik het goed dat wij blijven hameren op het belang van het slavernijverleden. Maar ben je ook voor reparation? Ik vind het lastig uit te voeren als het echt een blank, gewoon een check wordt. Als het gewoon echt, dat je een paar duizend euro op je bank gestort krijgt. Want daarbij wordt dan dus ook de volledige verantwoordelijkheid van Europa weggetrokken. Je betaalt iemand zijn schuld af. Maar dus ik denk niet dat het op die manier moet worden gedaan. Maar ik ben wel voor het nemen van je verantwoordelijkheid van fouten die in het verleden zijn gedaan. En daarbij bijvoorbeeld dat banken die bijvoorbeeld hebben meegedragen, blijvende investeringen doen in wijken waar vooral veel mensen van de Afrikaanse diaspora vandaan komen. Blijven investeren in het creëren van banen, goede educatie. Dat zou ik als reparations zien. Maar gewoon het afbetalen van je schuld is denk ik niet genoeg. Ik zou ervoor kiezen dan om beide te doen. Ik ga ervan uit dat niet alleen de Afro-Nederlanden gebrainwashed zijn, dus ze hebben alleen maar een deel van het verhaal, maar ook de Europeanen zijn gebrainwashed. Er is een bepaalde Zeker. groep, ik kan mijn vinger er niet op leggen wie dat zijn, die er baat bij hebben dat we met elkaar in conflict blijven. Ben ik mee eens. Ja, ik denk
dat het gewoon heel belangrijk is om het volledige verhaal te vertellen. En want de reden dat wij onze geschiedenis niet meer kennen, komt door de slavernij. Want de slavernij heeft onze identiteit van ons afgerukt en ons een nieuwe identiteit gegeven. Dat Dat is. is, sorry voor de onderbreking. Maar niet Ja. alleen wij weten het hele verhaal niet, de Europeanen ook niet. Precies. En dat is bewust. Dat is ook gewoon bewust En gedaan. ik denk dat we daaraan moeten gaan werken. Ja. En één ding, we moeten ermee stoppen om onszelf zwart te noemen. Ik vind Afro-Nederlander beter klinken. Helemaal mee eens. En wat het enige argument wat ik zou kunnen noemen om toch het woord zwart te gebruiken, is omdat je daarmee een eenheid creëert tussen verschillende gemeenschappen. En dat is het lastige wat nu soms is. In Nederland heb je niet een zwarte gemeenschap, maar je hebt een Antilliaanse gemeenschap, die dan ook nog eens onderverdeeld is vaak. Je hebt een Surinaamse gemeenschap, je hebt Ghanese gemeenschappen, je hebt Somalische, Eritrese, allerlei honderden verschillende gemeenschappen die soms wel samenkomen, maar niet altijd. Dus dat is het lastige, want in Amerika door het verlies van die identiteit, doordat ze niet weten wat ze eigenlijk zijn van afkomst, kunnen ze zichzelf toch meer als één gemeenschap opereren. Waardoor je toch wel een politiek krachtigere stem hebt, krachtigere stem hebt. Ik weet niet of je ook The Journey of the Man hebt gezien, van Spencer Wells. Journey of Man? The Journey of the Man. Spencer Wells is degene die Nee, dat niet heeft gezien. gemaakt. Maar in ieder geval, dat is een Dan over. aanradertje. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, dat iedereen dat ziet, zowel de Europese broeders en de Afro-Nederlander. Want dan zie je dat we allemaal één familie zijn. Leven was begonnen in Afrika. Mooi. En ik combineer het altijd. Een ander boek wat ik heb gelezen, vond ik heel fascinerend. Bloedgroep dieet van Diademo. Daarin wordt ook bevestigd dat leven begonnen was in Afrika. En Ja. aan de hand van je bloedgroep, dat de O de originele bloedgroep is. En A van agrariër. En dan heb je B van balans enzovoort. Is omdat we carnivoren waren in Afrika. Toen het eten op was, gingen we meer richting Europa. Maar toen werd het heel koud, konden we niet terug. Dan heb je te maken met een stukje ice age. En van Klopt. daardoor. En ook albinisme zijn we blank geworden. Dat is één van de verhalen. Er zijn drie verhalen, maar dan mag je zelf kiezen welke je gaat geloven. Maar ik ga je niet Ja. aandoen door de andere twee te benoemen. Dat is een Ja. aanrader, dus Spencer Wells, The Journey of the Man. Nice. Ik ga hem opzoeken. Waar waren we gebleven? Dus Ik denk dat dat we we. samen afro, dat we elkaar zwart gaan noemen. Het is dat we een soort binding met elkaar krijgen, als ik het zo mag verwoorden. En Ja. een soort eenheid. Maar Ja. Afro-Nederlander, is dat ook niet Ja, zeker. een Dat mooie kapstok? bevestigt inderdaad de Afrikaanse afkomst. Want ik vind het lastig als je kijkt naar bijvoorbeeld de slavernijherdenking, dan is Kitty Kotti is bijvoorbeeld een voornamelijk Surinaams feest. Klopt. Je kan eraan meedoen als je Curaçaos bent, maar vaak wordt dat niet als de nationale feestdag gezien. Wij hebben onze eigen dagen, we hebben Dia di Tula. Dus dat vind ik dan lastig, dat het eigenlijk bijna het nationalistische gedeelte heel erg wordt benadrukt. Terwijl het eigenlijk, je viert de vrijheid van ons allen. Dat vind ik jammer. Nee, maar dat is op verschillende tijden gebeurd. Volgens mij was die van Indonesië 1860 en daarna kwam Suriname met Kitty Kotti Ja, 63. 1863. Het is verschillend. En vroeger had je ook geen internet. Dus iedereen was als een soort tribe, hè? Dus, Ja, dat is ook zo. even kijken. Ik heb een x aantal vragen. In ieder geval, je vader is op Curaçaonaar en je moeder is een Nederlandse Europeaan, zeg maar. En Klopt. hoe voelt dat om als een mid, laat ik het als Amerikaans noemen, mid, Ja. kijk op Curaçao
word je gewoon als Afrikaans gezien, hè? Want ik heb heel veel vrienden die Klopt. op jou lijken. En in Afrika lopen heel veel mensen rond zoals jij. Ook voornamelijk Egypte, want ik ben naar Egypte geweest en je lijkt op een Aruba. Maar hoe voelt dat om in zo'n, hoe moet je dat zeggen, als kind, product, het klinkt heel zwart-wit, product van zo'n relatie te zijn. Kind. Aan de ene kant is het fijn, want je kan beide kanten makkelijk begrijpen en je kan toch op een bepaalde manier met beide kanten makkelijk communiceren. Maar aan de andere kant is het ook lastig in negatieve ervaringen. Aan de ene kant word je gezien als een zwarte jongen. En aan de andere kant word je niet gezien als een zwarte jongen. Je wordt niet omhelst door een van de twee culturen eigenlijk. Door beide niet. Je wordt als beide niet als 100% deel van de gemeenschap gezien. En dat geeft toch wel een isolerend gevoel. Dat je in je eentje in het midden staat. En dat niemand eigenlijk echt zoals jij is. Dus dat je die nooit, je gaat beide kanten nooit 100% begrijpen. En zij jou ook niet. Dus dat is soms wel lastig. En daar heb ik als tiener heb ik wel veel moeite mee gehad. Nu heb ik daar veel minder moeite mee, omdat ik nu toch wel met veel meer mensen van Afrikaanse diaspora omga. Veel meer Antilliaanse mensen, veel meer Afrikaanse mensen om me heen. Dus ik voel me eigenlijk daar nu juist al veel meer welkom in dan dat ik me vroeger heb gevoeld. Maar toen ik opgroeide, was het wel eens lastig. Was het ook niet een stukje ontwetendheid doordat je geen contact had met de donkere gemeenschap? Je had minder contact. Minder, ja. En dan af en toe, als ik het had, dan werd er wel eens een opmerking gemaakt van jij bent ook niet, je bent geen Antilliaan of je hoort niet helemaal bij ons of dat soort dingen, zeg maar. Dus dat vond ik dan wel lastig. Maar zijn ze, degene die dat zeiden, zijn ze ook hier in Nederland geboren of hebben ze een andere komaf? Volgens mij waren ze vaak wel in Nederland geboren of op Curaçao bijvoorbeeld. Maar ik begrijp enigszins het sentiment ook wel. Maar het is 1% van alle ervaringen die ik heb gehad. Ja, Maar het vandaar. was inderdaad ook wel dat ik in mijn eentje soms op zoek, in mijn eentje op zoek moest van ja, wat is mijn identiteit nou? Waar hoor ik bij? Maar ja, daar heb ik nu niet zoveel mee Nee, maar ik gelukkig. snap je, want kijk, het is zo van de redenen. Ik ben heel verbaasd dat je dit zegt. Waarom? Omdat ik op Curaçao ben geboren en ik heb heel veel vrienden die op jou lijken. En op Curaçao is het gewoon een mengelmoes. Het is een moxipastoe, moxialesi, zoals je in het Surinaams zegt. En wij weten niet beter. En alle kolonies waar ze, hoe moet je dat zeggen, slaven hebben gehad van Afrikaanse afkomst, hebben ze de Willie Lynch methodiek toegepast. Dus af en Klopt. toe gingen ze zelf de zwarte vrouwen verkrachten. Ze kregen baby's en die baby's werden niet als hun eigen gezien. Je was een bastaard, je was een hond. We werden als minder als humanen behandeld, dus we werden in elkaar geslagen. Dus mijn tijdperk, toen waren we algemeen. Dus je hebt heel veel Curaçaonaren die op jou lijken. En dat weet je waarom. Dus je bent 100% door ons in ieder geval geaccepteerd. Als een black brother. En als je gaat kijken, als je naar Afrika gaat, dan zie je van die tijd lopen ook heel veel mensen rond die op je lijken. Want in de Afrikaanse DNA heb je alle kleuren. Wij zijn de enige ras die bij iedereen zwarte mensen kunnen produceren. Zodra, het maakt niet uit of je vader of moeder wit is, je bent gewoon een zwart. Dat je dat weet. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel goed en eerlijk om het verschil wel te erkennen. Want er is ook een heel groot verschil in Ja, hoe witte klopt. Nederlanders te kijken naar mensen van kleur. Ik heb toch wel mijn privileges als lichtbruine jongen, Klopt. omdat ik niet zo donker ben als mijn vader.
zullen sommige mensen mij wel accepteren en mijn vader niet. Dus dat is wel een privilege wat ik heb en ik wil dat erkennen. Dus tuurlijk, inderdaad, ik wil graag geaccepteerd worden onder de Antilliaanse gemeenschap. En ik weet dat ik daar ook gewoon bij hoor. Maar aan de andere kant zal ik nooit ontkennen dat doordat ik wel een Nederlandse moeder heb, ik sommige voordelen heb die andere mensen niet hebben. Klopt, maar dat is in het Caribisch gebied hetzelfde. De Willie Lynch en de lichteren die mochten op tv komen. Die hebben een kantoorbaantje. Hoe donkerder je bent, nou, dan heb je mindere status. Dat is ook in China zo. Dat is een feit. Ja, Dat wauw. wilde ik, jouw gevoelens en zo, wil ik niet bagatelliseren of Nee. ontkennen. Dat is niet mijn doel. Het is alleen omdat je weet van wat bij ons leeft. En het is niet voor niks dat ze een nieuwe titel hebben gegeven aan mensen zoals jij en ik. Ik ben ook een mits. Maar mijn vader zit in jouw situatie. De vader van mijn vader is een blanke man uit Londen. De moeder was Oh een ja. Indiaan en een Afrikaan. En daarna kwam ik. En mijn vader is Wauw. getrouwd met een Antilliaan. En mijn moeder aan zijn kant, ik heb mijn grootmoeder gekend, was net vrijgekomen van slavernij. Dus vooruit, Wauw. dat mentaliteit, als je met ze praat, dan zie je van de slavenmentaliteit. Bij ons is het minder. Daar zijn ze allemaal pikzwart daar. Maar natuurlijk, met de verkrachting van slaven, zou je hier en daar wat wit bloed hebben. Maar Klopt. in ieder geval, ik zit in hetzelfde hoekje als jij en niet voor niks hebben de Amerikanen een nieuwe term verzonnen, de mits. Dat is niet voor niks. Dus Nee, klopt. dat weet ik. Maar ik voel me 100% Afrikaan. Maar ik snap wat je bedoelt. Je kan je de andere helft niet verloochenen. Je moet beide Nee. erkennen. Ook al zou je het willen, het zit toch in je. Ja. Je kan zeggen, ja, ik ben het niet, Ja. maar ja, het Je hebt zit in hem. je Ja. DNA en Klopt. het bepaalt ook hoe jij sommige dingen doet. Ja, klopt. Qua opvoeding en kleur, dan zie je ook van oké, die is gemeend en dan de mits. Ja. Oké, Ja. je zit in dezelfde situatie als mijn vader eigenlijk. Want mijn vader had een Engelse vader, witte vader, en een zwarte moeder, een zwarte Afrikaanse vrouw. Maar jij bent inmiddels ook getrouwd met een Judy Corso, als ik goed heb gekeken op Facebook. Klopt. Ja, zeker. Dat is heel leuk. Dat heeft een reden. Dat is oké, natuurlijk komt de liefde bij kijken. En geloven. En ik zag ook een stukje geloof. Ik weet niet zo goed hoe ik mijn vraag moet stellen. Maar dan heb je toch ook gekozen om meer naar de Afrikaans te trekken. Ja, nou, ik denk Lastig. dat het. Het is moeilijk, het is geen bewuste keuze van. Ik kies de eerste en de beste zwarte vrouw die ik Nee. zie en ik trouw ermee. Absoluut niet. Ik denk dat je eerst verliefd wordt of je voelt je getrokken door iemand vanuit uiterlijke kenmerken. Maar dat is lang niet genoeg om een goede relatie en een huwelijk mee te bouwen. Dus het is denk ik wel een eerste reactie. Je voelt je aangetrokken door iemand, snel aangetrokken door een bepaalde groep, door een bepaald uiterlijk. Ik vond haar prachtig. Ik vond alles wat ze had, vond ik prachtig. En daarbij kwam ook nog eens allerlei andere dingen die ik geweldig vond. Haar geloof, wat ik met haar deelde. Ja, persoonlijkheid, weten wie ze is, weten wat ze wil doen in haar leven, dat trok me aan en daardoor matcht het. Dus het is niet zo oppervlakkig, maar Nee. het heeft, tuurlijk heeft kleur wel een rol gespeeld daarin. Dus toch, als je bepaalde negatieve ervaringen hebt meegemaakt met een bepaalde groep, dat je je toch minder aangetrokken voelt door die groep. In ieder geval in mijn geval. Ja, Sommige zo. mensen is dat niet zo, maar dat is denk ik wel wat mij heeft getrokken. Dat is leuk. En natuurlijk de gesprekken, wat je al zei, verliefdheid. En ik hoor ook een stukje religie. Ben je katholiek, Zeker. protestant? Ja, protestant. Alleen is mijn geloofsovertuiging is niet zo
van ja, alle protestanten zijn, hebben gelijk en katholieken zijn fout. En nee, ik ben niet zo bezig eigenlijk met die verschillende groepen. De kerk waar ik heen ga is een evangelische gemeente. En daar, dat is ook een hele internationale kerk. Echt bijna 40% heeft een andere afkomst dan 100% Nederlands. Dus dat trok mij ook heel erg. Dus het is een goed gemêleerde kerk, met andere woorden. Zeker, ja. En niet alleen Antilliaans of Surinaamse, maar ook veel internationale studenten uit Azië en Nigeria, Ghana, dat soort. Oké, er zitten ook een paar brothers, African brothers. Zeker, ja. En even kijken, maar het is wel bijzonder. Je bent vrij jong getrouwd. En je zit in een kerk. Heeft het daarmee te maken, ook naast liefde en zo? En wat je ook de laatste tijd, het is twee vragen, nee, heeft het daarmee te maken? En, laten we eerst, en daarna gaan we naar de tweede vraag. Heeft het daarmee te maken dat je zo jong bent getrouwd? Ja, bijna 100%. Onze overtuiging is dat samenwonen niet los te koppelen is van het huwelijk. Dat is onze levensstijl. Ja, we wilden samenwonen, maar dan de volgende stap. En voor ons is het uiteindelijke doel is het huwelijk en het stichten van een gezin. Uh-huh. Dus dat is. En de laatste tijd lopen bijna alle kerken leeg. Hoe doen ze dat bij jullie, dat ze zo jonge mensen nog in huis houden? Ja. En ook zorgen dat jullie zich aan de regel houden. Want ik ben ook in een kerk opgegroeid, hoor, vandaar. Mm-hmm. Maar je ziet de laatste tijd van de kerken meestal leeg zijn. Klopt. Waarom vind je het zo belangrijk om naar de kerk te gaan? Hoe hebben ze in de kerk kunnen binden? Het klinkt raar, maar het is positief bedoeld. Ja, nee, maar dat is een goede vraag. En het klopt inderdaad, het beeld klopt dat de meeste kerken inderdaad leeglopen, maar er is toch een select groepje kerken wat juist nu enorm aan het groeien is. En dat zijn vooral de kerken die niet bang zijn om aan te passen. En ook wat ze ook los hebben gelaten is een beetje het oordelen. Judgmental zijn eigenlijk tegenover iemand zijn andere levensstijl. Wat mij echt trok naar de kerk, want de reden is waarom ik elke week blijf komen en me ook inzet in de kerk, is dat het een hele verwelkomende kerk is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Iedereen is echt welkom en niet welkom zoals ze ook in oude kerken zeggen, maar je bent echt welkom. Je hoeft niet per se in je Sunday's best te gaan als jij je comfortabel voelt met een capuchon op, kom dan lekker met je capuchon op naar de kerk. Okay. Maakt niet uit. Dus dat trok mij heel erg. Dat het neemt het hele veroordelende weg. En het is een hele fijne community. En het staat ook midden in de wereld. Het wil echt midden in de wereld staan om zo de wereld te kunnen beïnvloeden. In plaats van wat veel kerken doen, is zich eigenlijk helemaal afgescheiden houden van de wereld. Proberen een soort perfecte commune te creëren, maar vervolgens niks in de wereld doen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus het gedeelte waar ze water bij de wijn doen, is kleding dragen als enige. Ja, nou, bijvoorbeeld kleding, maar ook bijvoorbeeld muziek. We hebben hele moderne muziek. We zijn aanwezig op social media. Dus we proberen eigenlijk midden in de wereld te staan. Okay. Om het zo te kunnen beïnvloeden. Maar alle nummers worden wel voor kerkelijke. Het zijn christelijke nummers, maar wel bijvoorbeeld met. Wat zeg je? Ja, ik luister. Oh nee, het zijn christelijke aanbiddingsliederen, maar wel met moderne muziek. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dat is nice. Even kijken, ik wil voorstellen om 10 minuten pauze te doen en dan gaan we zo verder. Helemaal goed. Ja, tot zo. Tot zo. Ja, we zijn terug. We zijn in gesprek met Mitchell Busby en we waren gebleven bij kerk, dus religie. Ja. Nu wil ik daarop verder gaan, voorbeduren. Denk je dat geloof
we geloof als een middel kunnen gebruiken om elkaar bij elkaar te komen. Dus dan hebben we het over de rassen en cultuurproblemen. Ja, ik denk sowieso dat als ik vanuit mij als persoon spreek, dat mijn geloof wel een rol speelt in mijn reden waarom ik opkom. Mocht dat op het internet of op straat zijn of in gesprekken opkom voor mensen die ja, vaak onder aan de maatschappelijke ladder staan. Mocht dat ja. Mochten dat arme mensen zijn, mochten dat mensen van kleur zijn, allerlei groepen probeer ik te verdedigen. Want dat is toch wel wat ja, de missie voor mij als christen is. Als ik de Bijbel lees, lees ik dat God mij oproept om op te komen voor mensen die zelf geen stem hebben. Dus dat probeer ik te doen. En ik denk ook dat geloof inderdaad een verenigend doel kan hebben. Verschillende mensen samen te brengen. En, maar ik denk ook dat het belangrijk is in zoiets dat we verschillen wel leren te accepteren. Dus als we bijvoorbeeld, want het kan natuurlijk ook juist scheuren, scheuren geven. Wanneer bijvoorbeeld, ja, je hebt een zwarte moslimgemeenschap en een zwarte christelijke gemeenschap, die kunnen wel als verschillende gemeenschappen worden gezien. En ik denk wanneer men elkaars verschillen meer accepteert, begrijpt waar de verschillen vandaan komen, en elkaar niet probeert te veranderen of probeert te veroordelen, dan kan je pas echt eenheid als zwarte gemeenschap hebben. Maar niet wanneer je telkens benadrukt van ja, jij bent een moslim, ik ben een christen. Even kijken, als ik me niet vergis, Dam, je gaat het heel goed, want de meerderheid die zijn moslim, maar je hebt ook een hoop christenen die lopen daar, dus dan gaat het heel goed. En uit welke Bijbel lees je? Is dat de King James Version? Ja, de ene keer de King James, de andere keer de Message. Message is een iets modernere versie. Ik vind de King James version soms een beetje te oudbollig. Echt een hele ouderwetse taal. Maar ja, wanneer als de boodschap maar niet wordt verwaterd, maakt het voor mij niet heel veel uit. Maar je weet wel hoe de King James version ontstaan is, hè? Wil je dat uitleggen? Ja, King James was niet zo tevreden met de tempeliers. En het is zelf van dat ding, dat waren vroeger de economen. Om ze om zeep te helpen, heeft hij de Bijbel aangepast. Wauw. Dat is, geloof is iets moois. En vandaar dat ik vroeg over de Bijbel, van welke je leest. Want je hebt verschillende christenen Bijbel. Ja, klopt. En je hebt ook van de Joodse getuigen, die hebben hun eigen Bijbel. Ja. Dus vandaar. Dus dat moet je wel weten, want wat je leest in, en hoe het ontstaan is. Ja, ik denk als ik voor mezelf spreek dat er inderdaad verschillen zijn in de vertalingen en er ook inderdaad geschiedenis is geweest dat bepaalde Bijbelboeken ook gewoon zijn weggelaten en zijn toegevoegd om een bepaald narratief te vertellen. Maar ik denk dat vanuit mijn overtuiging is de centrale boodschap voor mij het belangrijkste. Ja. En dat is ook wat mij mijn leven voor mij zin geeft. Het is min of meer je haalt de krent uit de pap. Is dat een goede verwoording? Of, Ja, ik denk dat enigszins met religie überhaupt gebeurt. Dat er wordt toch een interpretatie van gemaakt. Daardoor zijn er zoveel verschillen tussen verschillende groepen in het christendom. Ja. En in de islam net zo goed. Maar de laatste tijd hoor je ook, misschien overval ik je of overrompel ik je een beetje. Dan zie je heel veel negatieve dingen. Dat mensen heel negatief denken over geloof. Want je krijgt niet zoveel leuke dingen te horen. Om een voorbeeld te geven. Toen ik 12, 13 of 14 was, zat ik op de Baptist Church. We gingen
op Curaçao, hè? De Amerikanen kwamen daar op het eiland en die gaf ons bijbelles. Even kijken. Dus ik zat eerst op de katholieke kerk en daarna ging ik met de buren naar een Baptist church. En de priesters die kwamen allemaal uit Alabama. Hou je vast. Dat is de meest racistische gedeelte van Amerika. Ja. En daar mag je trouwen. Dus die kwamen met hun blanke vrouw, blanke kinderen. En ze hebben een paar van die donkere, hoe moet je dat zeggen, Curaçaonaars, hebben ze priester gemaakt. Die fan die was gewoon, die had heel veel stijl. Heel knappe man. Dus de dochter van de priester is verliefd op hem geworden. Okay. En toen zei de vader van gewoon iedereen met hun eigen ras en kleur. En stuurde de dochter terug. En voor mij was dat shocking. Ik ben dat tot de dag van vandaag nooit meer vergeten. Want ik ben zo geïndoctrineerd geweest door de kerk. En daar moesten we zingen. Mucha hopin bionantur. Blanco preto. Heel maroncora. Christu ta stimavu. Kita bofika. Christu ta yenavu. Kusu gran amor. Je kan een beetje op je mens begrijpen. Beetje volgen, ik volg het wel. Dus ja. Maakt niet uit voor wat voor kleur je hebt, dat vandaag in het liedje over dat God houdt van ons allemaal. En dan zegt de desbetreffende persoon dat dan tegen een kerklid van, mijn dochter gaat terug, blijf bij je eigen mensen, blijf bij je eigen ras. Ja. Ja, om daarop te reageren, ja we zijn natuurlijk vreselijk veel nare gebeurtenissen door de kerk, door christenen gebeurd. Kruistochten, inderdaad het opleggen van religie. Zoveel voorbeelden zijn er te noemen. Maar dat komt denk ik omdat religie toch een menselijke organisatie is. Mm-hmm. Het is een instituut. Ja, en een BV. Ja, en het bestaat uit mensen en mensen zijn imperfect. En zondig. Dus waar je ook een instituut hebt, zul je zien dat er fouten en onderdrukking is. En christendom is daar zeker niet een uitzondering in, helaas. Er wordt heel veel leed inderdaad gedaan, maar daarom ben ik ook minder van het religie en meer van het geloof en de overtuiging. Ik ben minder bezig met de organisatie erachter. Want ik denk inderdaad dat wanneer je zo focust op organisatie, dan focus je dus ook op macht. Ja. Dan wil je als kerk macht hebben. En dan ga je dus ook inderdaad bepaalde dingen doen, zoals discrimineren en onderdrukken. Ja. Dus op een gegeven moment is het gewoon geloof, dan heb je een connectie met God. Dus eigenlijk is dat wat je zegt. Om terug te gaan naar een stukje geschiedenis. Want je bent van huis uit geschiedenisleraar, want dat is je specialisme. Dan ben je aan specialiseren. En geloof is ook een onderdeel van je leven. Dat wil ik niet weglaten. Dus je bent niet alleen maar een kleur en een ras. Je hebt ook een geest en dingen die je interesseert. Een privéleven. En qua geschiedenis. Wat is vanuit jouw optiek of zienswijze wat een ieder zou moeten weten van geschiedenis? Van geschiedenis. 3. Als je geen 3 kan benoemen, dan neem je genoegen met 1, hoor. Even kijken. Ik, wauw, wat een vraag. Dan zal ik in ieder geval van mij met mij beginnen. Want als ik iemand, een Afro-Caribeense persoon of Nederlander. Ik praat ook met de Europese Nederlander. Ik vind dat een ieder om te beginnen naar Spencer Wells moet kijken. The Journey of the Man. Dat is echt heel light. Het is digestible. Ja. Dus iedereen kan dat begrijpen. Als je dat weet en daarna ga je naar de zwaardere dingen. Dan kan je daarna gaan kijken van wie King Massa Musa is. En dan gaan je kijken naar het verhaal van de Malinese. Van de mensen die gingen vanuit Afrika varen naar Amerika voor Columbus. Maar dat wordt je niet verteld. De Comex ook, de Nubians, Mali. Dus dat zijn de belangrijke dingen.
om te weten van een stukje geschiedenis. Ja. En nog belangrijkste, want daar kijk ik om in Curaçao van Tula is ons held. Maar ik heb altijd zeg ik dat van oké, ik vind het wel jammer, want Tula die komt in opstand, eindigt op een berg. En dan gaat hij dood. Dus dat is niet zo stimulerend. Heeft geen zin om iets te beginnen, want ik verlies toch. Dus heeft geen zin. Ja. Dus vandaar dat ik denk van Haiti, Toussaint, dat lijkt me een hele goeie. Die heeft de beste soldaten in die tijd verslagen. Dat waren de Fransen. Maar na een paar jaar zijn de Amerikanen en de Fransen gekomen. We zijn geld misgelopen. Tot de dag van vandaag moeten ze een boete betalen. Vandaar dat Haiti zo arm is. En je hebt de San Domingo, de Dominicanen, die zitten ook te discrimineren. Omdat de Afrikanen van San Domingo wel gemengd waren met de Europeanen. Dus er zijn mits. De mits, onze broeders, Mitchell. Die zijn nu onze andere broeder Afrikanen te discrimineren. Klopt. Namens de white guys. En dat is het probleem van de mits. Dan moet je even kijken. Kijk, ik check dus veel dingen. Ik vroeg 3 dingen en ik heb meer dan 3 verteld. Want ik ben heel enthousiast als het over geschiedenis gaat. Maar voor jou dan? Ik denk überhaupt dat het goed is om te kijken naar geschiedenis van het kapitalisme. Want ook gewoon de economische factor is echt niet, kan je niet negeren als het gaat om slavernij en kolonialisme. Die twee systemen zijn eigenlijk gewoon inherent aan elkaar gekoppeld. Dus hoe is het systeem wat in Europa en in Noord-Amerika populair is, het kapitalisme waarin groei en geld boven eigenlijk alles wordt gezet, hoe is dat gelinkt aan uitbuiting van bijvoorbeeld Afrika? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. Uh-huh. Ik denk daarnaast dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld een boek als Roofstaat te lezen. Uh-huh. Omdat dat eigenlijk alle gevoelens van onschuld, van wat heel veel witte Nederlanders hebben, compleet ontkracht. Uh-huh. Het is een heel heel goed overzicht van alle daden van de WEC en de VOC in de gebieden en alle effecten daarvan. Uh-huh. En inderdaad ook om aan te sluiten op ons eerdere gesprek waar we het over hadden. Pre-koloniale geschiedenis is inderdaad, kijk eens naar Mansa Musa, kijk eens naar Great Zimbabwe. Er zijn heel veel documentaires. Ik vond The Last Kingdoms of Africa, vond ik een hele mooie, van de BBC. Uh-huh. En per aflevering gaan ze dan een uur kijken naar wat zijn deze culturen, wat hebben deze culturen bijgebracht aan ontwikkeling van de mensheid. Ze gaan kijken naar Ethiopië, het oudste rijk, een van de oudste rijken van de wereld. Ze gaan kijken naar de Ashanti's, ze gaan kijken naar Mali inderdaad, naar Ghana. Allerlei koninkrijken waarvan wij in Europa eigenlijk heel weinig van weten. Wat wij zeggen van in Afrika hebben ze geen geschiedenis. Uh-huh. Wordt compleet ontkracht met die documentaire. Wat toch ook wel weer een soort trots geeft aan ons. Omdat wij toch wel een geschiedenis hebben. We hebben een verleden en daar kunnen we trots op zijn. Ik zou die 3 dingen noemen. Oké, dat is mooi. En een hele mooie ook nog. Je hebt een hele belangrijk punt aangeraakt. Economie. Dat is ook rijkdom. Want de hele wereld bijna kan niet zonder Afrika leven blijven. Want alle grondstoffen komen vandaar, ook voor de luxe dingen, telefoons. En goud, alles. Hè? Goud. Ja. Want King Mansa Musa is de rijkste man tot de dag van vandaag. Ja. Want Afrika heeft heel veel goud. En dat is ook heel vreemd. Vind je dat niet vreemd, hoe een rijk land arm kan zijn? Het rare is dat het heel tegenstrijdig wat je zegt. Dat het lijkt eigenlijk hoe meer natuurlijke rijkdommen je hebt, hoe armer het land is. Congo is in natuurlijke rijkdom misschien wel het rijkste land ter wereld. Heeft alle stoffen die nodig zijn voor een moderne industrie. Maar toch is het een van de armste landen van de wereld. Uh-huh.
Ja, het ligt ook natuurlijk aan de verdeling van rijkdom. Ligt natuurlijk ook aan complete politieke instabiliteit. Wat ook natuurlijk weer de bronnen heeft in het kolonialisme. En vooral dus hier Belgisch imperialisme. Ja, King Leopold was Ja, precies. een nare man die de handen van de Afrikanen afhaakte. Ja. Ik ging in Antwerpen, toen was ik daarvan niet bewust. En ik liep met mijn kinderen naar binnen en we gingen chocolade halen, want dat is een topdelicatesse daar, die zwarte handjes. En die bleef me vreemd Vreselijk. kijken, maar zij wisten het wel, ik wist het niet. Dus ik heb Nee. daar ook aan meegedaan door die zwarte handjes te kopen. Dus daarom is het best wel interessant om te weten Ja. van waar dingen vandaan komen. Dus sindsdien ben ik Ja. nooit meer daar, in ieder geval de winkel ingegaan, want Antwerpen vind ik een hele Gelukkig. leuke stad. En Ja. we gaan richting afronden, maar desondanks wil ik je dan even vragen, want we zijn iets meer dan een uur bezig. Je hebt ook begrepen dat de Fransen heel veel nare dingen hebben gedaan. Dat zijn mijn woorden. Hè? ze hebben tegen de Senegalezen in Mali en Guinea gezegd van oké, jullie mogen onafhankelijk worden. Dan mag je deze contract tekenen. En de tweede is voor de continuering van slavernij. Die moesten ze ook Wauw. tekenen. Senegal heeft getekend. Marokko heeft getekend. Maar Marokko is een deel ook kolonie geweest van de Fransen en de Spanjaarden. En de Malinezen en Guinea, die hebben nee gezegd. Weet je wat de Fransen hebben gedaan? Ze hebben gewoon alle infrastructuur kapot gemaakt. En de riolering volgestopt met cement. Ongelooflijk. En de andere landen die de contract hebben getekend, die moeten gewoon Ja. 75% van hun reserves geven aan de Fransen. En die gaan het dan verhandelen op de stockmarket en geld mee maken. En ze zijn geen uitleg verschuldigd aan de Senegalezen. Nee. Zo kan je een rijk land arm houden. Dus Ja. ze profiteren. Is En eraan. zulke dingen moeten ook bekend zijn dat op een gegeven moment moet dat stoppen. Ja. En dat Ja, zijn zeker. belangrijke dingen om te weten. Dan kijk wat je ziet, de R400movement.com, dat is een belangrijke site. En er zijn meerdere die zeggen de Blacksit. Die zeggen van jullie moeten terug naar huis komen. Ze hebben het makkelijker voor ons, voor jou ook als ik ook, dat we terug mogen. En dat het makkelijker is om een visa of een verblijfsvergunning te krijgen. En Ja. uiteindelijk een paspoort. Oké. En als je daar naartoe gaat, dan heb je te maken met zulke dingen. Je komt daar en je moet dan meedoen om een stukje verandering te brengen. Maar dan heb je te maken met Europa, NAVO. Want die weten hiervan, maar ze laten het allemaal toe. Dus het is geen makkelijke opdracht wat wij hebben. Want het is mooi. Jij zit op social media te praten en ik ook. Maar worden de mensen daarmee geholpen? Ja, ik denk dat, hele goede vraag trouwens. Ik denk dat het nuttig is om bewustzijn te creëren. En aangezien onze ja, primaire bron voor communicatie nu toch wel social media is, is dat toch ons middel om bewustzijn over de problemen en het verleden van dit soort problemen te creëren. Dus als we dat niet doen, dan zullen we het nooit hebben over. Wat Frankrijk of Nederland heeft gedaan in Afrika, wat België heeft gedaan in Afrika, wat Groot-Brittannië heeft gedaan in Afrika, wat Amerika nog steeds doet in Afrika. Dus daar moeten we wel bewustzijn over creëren, maar dat is inderdaad niet de volledige oplossing. Een Congolees, een Angolees zal niet op zijn bankrekening meer geld zien als ik post over wat er daar gebeurt. Dat is niet direct een directe oplossing. Maar
Het zorgt er wel voor dat we een discussie erover gaan voeren. En die discussie is denk ik het begin van verandering. Als we het erover gaan praten, als we bepaalde mensen op bepaalde mensen gaan stemmen die ons belang verbehartigen, als we het gesprek blijven houden, dan moet de regering op een gegeven moment wel iets doen. Dat is wat ik hoop te doen met mijn gesprekken online en in mijn privéleven. En ze bewust maken op mijn kleine manier. Ja, maar als ik heb gelezen, ik kijk heel veel documentaires en ik lees af en toe wat. Ik heb begrepen van als je vrij wil worden, dat dan vrijheid moet je nemen of je moet een politieke partij oprichten. Want laatst heb ik naar een video van jou zitten kijken op Facebook met een x-aantal collega's, jongere collega's van jou. En toen heb je aangegeven van, dat je hoopt dat er veranderingen komen door middel van een dialoog. Dat we niet met elkaar hoeven te gaan vechten. Ik kan je niet napapegaaien, maar dat was het ongeveer. Ja. En geloof je nog steeds daarin? Met een dialoog. Ik denk dat de verandering begint met die dialoog. Ik denk door erover te praten en mensen te informeren en steeds het gesprek verder pushen, eigenlijk als het ware. Dus je geeft mensen misschien eerst het voorgerecht en vervolgens ga je beginnen met de main course. Het gesprek een beetje een kant op pushen, zodat bepaalde ideeën worden geaccepteerd, ook in de mainstream media, niet alleen in bepaalde hoekjes. En dan kunnen we wel verandering teweeg brengen. Maar niet alleen door het gesprek, maar het gesprek opent, zorgt voor bewustzijn. Het gesprek opent de mogelijkheden tot verandering, omdat meer mensen bewust gaan worden van problemen, waardoor ze ook anders zich anders gaan gedragen. Ze gaan petities tekenen, ze gaan op andere partijen stemmen, ze gaan hun bestuur gaan ze meer accountable houden, zeg maar. Ze gaan ze worden actief, ze worden activistisch. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we zoveel mogelijk mensen actief maken, activeren om zich in te zetten voor de good cause. Maar ik reken meer op jullie, de jongeren. Is het misschien niet een idee om toch te gaan denken om een partij te gaan richten? Want niemand gaat het voor jou doen, je moet het zelf doen. Ja, nou, ik zie nu voor mijzelf nog niet een toekomst in de politiek, maar misschien ooit. Ik denk dat er wel een partij is. Ik denk dat een partij als Bijeen wel potentie heeft om te doen wat ik graag wil. Ik denk dat in bepaalde linkse partijen wel talent is. Ook talent van Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse afkomst. Maar ik denk dat die gewoon hoger in de stemlijsten moeten komen. Dus dat bijvoorbeeld de PvdA en en GroenLinks bijvoorbeeld meer mensen van Afrikaanse komaf gaat plaatsen bovenin hun lijst. Zodat we eindelijk ook weer vertegenwoordiging krijgen in de Tweede Kamer. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we die stemmen meer gaan promoten. Dat is mooi, en dan hebben we in ieder geval gezorgd dat we in Europa en Amerika zichtbaar zijn, onze stem laten horen. En hoe kunnen we dan Motherland Afrika, Mama Afrika, vrij krijgen? Want ons huis is een kolonie. Ons huis is gekoloniseerd. Ik denk dat het heel belangrijk is om kritisch te kijken naar welke bedrijven nog steeds een negatieve invloed hebben. Dat allereerst. Welke bedrijven plunderen eigenlijk als het ware nog steeds de grondstoffen van een Congo, van een Angola. Kijk daar heel goed naar. Kijk ook naar welke banken vreselijke bestuurders, overheden blijven financieren, die corruptie blijven financieren. En wat ik denk dat heel nuttig is, is dat
wij ook, en zeker ook als zwarte community, ze ook financieel blijven helpen. Wat infrastructuur, maar ook educatie. Want het probleem is denk ik ook dat er is zoveel talent. Ik ken ook genoeg Afrikaanse studenten dat nu naar Nederland is gegaan, omdat hun baan, het is gewoon bijna onmogelijk om hun baan uit te oefenen in hun moederland. Er zijn meer Ghanese doktoren in, een vriend vertelde mij dit, er zijn, als ik het goed herinner, ja, er zijn meer Ghanese doktoren in de stad New York City dan in het hele land Ghana. Dus dat zegt al iets wat de kansenmogelijkheid is in zo'n land. En ik denk door educatie, maar ook zeker betere infrastructuur, meer geld naar de zorg, de goede plekken, dat het geld op de goede plekken komt. Dan kunnen we denk ik wat doen. Ik denk dat we op die manier een steentje bij kunnen dragen. Maar ook Ga je gaan, sorry. Het gesprek blijven hebben over negatieve effecten van Europa op Afrika. Zodat in de politiek vanuit hier ook meer steun gaat komen naar Afrika. Maar ik denk ook dat, natuurlijk kost dat nog heel lang, dat de ontwikkeling van Afrikaanse democratie is gewoon heel jong. De landen zijn pas sinds de jaren 60 onafhankelijk. Dus je kan niet verwachten dat het binnen een paar decennia een compleet gezonde democratie is. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want als het geen goed politiek systeem heeft, als er nog steeds corruptie is, dan ga je zien, zoals in de hoofdstad van Nigeria, dat mensen Ferraris kopen zonder dat er wegen zijn om op te rijden. Ja, dus ik denk dat het heel nuttig is om te blijven investeren in ontwikkeling van democratie in Afrikaanse landen. Oké, je hebt corruptie ook in Nederland. Dat moest ik even zeggen. Nee, goede toevoeging, is waar. Maar goed, dan ga ik me niet daarover verder uitweiden. Even kijken, we gaan naar afronding. Curaçao. Ben je vaak naar Curaçao geweest? Ik ben er, als ik het goed kan herinneren, nu nog maar 4 keer geweest, helaas. Nee, maar dat. 3 keer zelfs. Oké, Ja. dat is Ik netjes. was van plan om met mijn vrouw en haar familie in augustus te gaan, maar corona heeft Corona. mislukt. Even roet in het eten gegooid. Ja. Even kijken. Diaspora, ze vragen ons om terug te komen naar Afrika. Zou je dat doen? Of wil je iets voor ze betekenen op afstand? Of heb je geen kans gehad om erover na te denken? We hebben het zeker wel eens gehad over überhaupt gewoon reizen naar West-Afrika, bijvoorbeeld Ghana of Nigeria of Benin bijvoorbeeld zijn. Ik zou er zeker naartoe willen reizen. Ik zou er niet permanent hoeven te wonen. Want ik zie aan de ene kant, tuurlijk erken ik wel dat we afkomstig zijn van Afrika, maar we hebben ook op Curaçao wel een nieuwe natie gesticht. En op dat eiland zijn ook heel veel problemen. En op dat eiland zijn er heel veel mensen met hulp die hulp nodig hebben. Dus ik denk dat ik niet mijn volledige focus wil leggen op Afrika. Ook. Ik wil ook mijn steun daaraan geven. Ik wil ook graag meedoen aan projecten als ik dat kan. Maar ik wil niet de mensen vergeten die op Curaçao moeite hebben met rondkomen. Dus. Ik hoop dat ik mijn aandacht daarin kan Nee, verdelen. maar ik snap het, maar het is toch. Nou, ik heb alles gevraagd wat ik wilde vragen. We hebben dik een uur en nog wat gesproken. Ja. En ik heb alles gevraagd wat ik wilde vragen. En ik wilde je vragen: heb je tips en tricks of whatever voor onze mensen? Ik zou 2 boeken, nu uit mijn hoofd kan ik dat zeker aanraden. Drie. Maar met de derde ben ik zelf nog bezig. De eerste is dus Roofstaat, waar ik het ook al over heb gehad, van Ewald van Vught. Roofstaat van Ewald van Vught. Die Ja. herhaal ik, ja. De tweede is de autobiografie van Malcolm X. Autobiografie van Malcolm X, ja, yes, mooi. En de derde. Dat boek heet
why I don't, well, why I no longer talk with white people about race. Why Van I no Henry. longer talk about with white people about race. En door Ja. wie? Rennie Exactly. Arrow Lodge. Dat is een Britse schrijfster. En zij geeft echt een hele samenvatting van het probleem met racisme in Groot-Brittannië. Dus Wil eigenlijk van je verschillende kanten. haar naam nog een keer herhalen? Ik zal het boek er even snel bij pakken. Oké. Nee, is prima. Dus Mitchell gaat het Deze boek erbij halen. In haar naam. Rennie. Rennie Edo Lodge. Oké, Rennie Edo Lodge. Dat is een mooie. En welk is het laatste boek dat je hebt gelezen dit jaar? Bezig. Dat is hem. Ja, daar ben ik nu nog mee bezig. Ik zit Oké. op het middenpunt, maar ik vind het nu al, ik heb nu al zoveel geleerd over problemen, vooral in Groot-Brittannië. Oké. Nou, hartelijk dank nogmaals. Alsjeblieft, jij bedankt. Award TV. Dit is Award TV. Mijn naam is Elsie Edwards. En we hebben gesproken met Mitchell Busby. En vergeet niet te liken, abonneren, zodat je in ieder geval een notificatie krijgt als ik een nieuwe video upload. Mitchell, dank je. Y te otro día. Hasta Nada. papia. Sí. Chao, chao. Ayo.